In Mierlo zijn dinsdagochtend in alle vroegte 3 mannen gearresteerd in verband met de aanslag op de omstreden Waalrese advocaat Marcel Senders. De mannen van 28, 26 en 23 jaar worden in eerste instantie verdacht van betrokkenheid bij het schietincident. Donderdag 21 februari werd de advocaat vlak bij zijn huis onder vuur genomen. Een paar dagen later stond zijn kantoor in brand. De politie onderzoekt of dit drietal daar ook bij betrokken was, maar heeft ze in eerste instantie opgepakt voor het schietincident. De Waalrese advocaat wordt al sinds de aanslag beveiligd. Senders werd destijds beschoten door een fietser toen hij in een auto zat in de buurt van zijn huis. Hij werd niet geraakt, maar raakte wel licht gewond door rondvliegende glasscherven.